Hallo mensen, welkom weer bij een gloednieuwe video op het Genial Game kanaal. En dit is het allerlaatste potje op season 1 op dit moment. Maar waarschijnlijk komt deze video uit als season 2 al uit is, sowieso. Ja, eigenlijk 100% van die kan ik niet meer vandaag uploaden. Ik heb vandaag al een video gemaakt. Op dit moment is het nog 1 uur tot season 2. Dus Maarten is er niet, dus alleen ik. Al dat spotje season 1. Ik ben uiteindelijk level 110 geworden. Dus ik vind dat wel... Het is wel oké. Okay. Ik heb, ik denk, 3 of 2... Ik weet niet meer hoeveel. 3 of 2 van die... van die namen. Gewoon ook van die name tags. Ik weet niet hoe het noemt. Spijtig, want ik had er eigenlijk al meer willen, maar ja. Nog meer overheid spelen, dan heb ik echt toch wel heel veel gespeeld. Ik ben gewoon blij dat ik een hele battle pass heb uitgespeeld. Waar ik niet blij ben, is dat... Mijn stats nog altijd totaal niet kloppen. En dat vind ik een van de leukste dingen aan games. Uw stats. Oké, okay. Zullen we op die hebben een no-skin Symmetra. Eigenlijk een no-skin bal. Maar het is een blauwe skin, dus betekent dat je overheid ingespeeld. Kan toch, het betekent nog iets goed. Hé, jongen, ik ga gewoon even een duimpje op neer gooien, want ik weet... Als ik het niet doe, ga ik er spijt van krijgen. En nu ga ik gewoon dood. Hier. Loop al een spijt van heals. Kan ook, kan ook. Top G. Jongen! Oké, dit wordt geen goed potje. Ja. Ups. Ze gaan ineens zijn. Kan ik niet echt veel tegen doen. Waar is ook de rest van het team? Symmetra was daar. Ik was daar. En that's it. De rest van mijn team. Als je despawned. Ik zag dat Wrecking Ball was en die gaan alleen. Hoe had je dat gedaan? Ik zit toch echt in het slechtste team ooit. En dat voor mijn laatste potje op camera. Season 1. Misschien speel ik nog een potje als ik deel. Ik hoop dat onze Badger nog iets kan, want die heeft wel een legendary skin. En die is nog niet in de shop geweest in Overwatch 2, dus niet zo heel stil aan mij, ik dacht dat hij verder ging gaan. Ik ben onze best niet aan het healen, maar het heeft niet echt veel zin. Omdat je gewoon letterlijk geen damage kreeg. Ik ben dood. Ja. Oh, altijd leuk om dit als een laatste potje te hebben. Hoe zit het met zo weinig healing? Ja, best en ik ben dood, hè. Voor... Tippen iedereen, voordat ik zit te zaken over healing... Zie alsjeblieft of, u, of er healers zijn. Wat doet onze Mercy? Hoe slecht is die? Dit was lekker om onze rekkingbal genegeerd. Compleet. Voilà. Beter zeg je dankie, die Mercy doet niet eens iets. Echt waar. Nee. Ik ga reflexen. Maar echt waar, zodra ze mij zien! Ze knallen mij gewoon neer met 1000 damage. Wat is dit nu weer voor het laatste potje? Oh, ik heb al te veel overheid video's zo moeten doen. Maar slecht overheid voor jou ooit. Die irritante Bastion. Ik zit altijd maar negatief aan het geven. Wat doet onze Bastion? Maat. Waar zijn de goede spelers? Oké, er is niemand. Top G ult, top G ult. Ik ben echt zo slecht. Oh mijn god. Was ik de noob all along? Ik probeer hard te beursen op die... Even mijn dat vind ik irritant. Ik wil niet dat iemand er eens wordt gebeurd zoals ik. Dat je zo niet kunt reageren op de damage, weet je. Ik ga ook als een kentje hebben. Sorry die tand. Ja, onze rekkingbal is ook wel de slechtste tank ooit. Gaat mee, dus speelt meer als een slechte DPS die altijd weet te flanken als een tank. Oh, heb ik nog een iemand die zou kunnen gooien? Ja, oké. Okay. Ik heb mijn team nog gesaved. Ben ik blij mee. Was er die vieze Anna die mee heeft gesniped? Tante Anna. Oh, ik had de iemand die gegooid terwijl de pijl van de Anna zo'n damage aan het tikken was.
Hoezo leave the enemies? Ze zijn eigenlijk aan het winnen. Dus dat was eigenlijk wel clutch. Bro, maar kunnen we niet echt helemaal eigenlijk gewoon reporten? Want ik bedoel, die is toch eigenlijk aan het trouwen? Die zit niet bij zijn team. Die gaat de hele tijd in, die gaat de hele tijd dood. Ik bedoel, je kunt die ook gewoon niet healen, hè? Want die is gewoon weg. Dus je kunt kiezen tussen bij één teammate te blijven of bij drie teammates. Ik weet voor wat je kiest, hoor. Allee, kom aan, push. Nee, ze doen ook niet Baptiste. Waarschijnlijk die guy die geleefd is. Dat is mijn aim. Ik heb dog aim, man. Ik was er langs aan het denken, wanneer gaan we nog Mindstory doen? Maar dat zal waarschijnlijk voor na de examens zijn, sowieso. Maar dit is waarschijnlijk de laatste video die ik kan opnemen voor de examens, want vanaf morgen wordt het leren. Ik ga gewoon proberen te ontsnappen. Gaat nooit lukken. Want Kenzie springt laat ik gewoon in mijn nek. Laat hem vrij. Ah! Echt waar. Maar ik kan toch niks. Je kunt toch niet veel van een Baptiste verwachten in zo'n situatie. Maar wij eigenlijk, ik ga het even eerlijk zeggen, wij hebben geen tank, hè, jongen. Hoe slecht is onze dekkingbal? Ik ga hem gewoon in de titel zetten. Het is een ere. Ik hoop gewoon dat hij dat ooit vindt. Ja, je weet dat hij potje verpest. Allee, het is niet alsof alle teams zo goed ben. Het is niet alsof ik zo goed ben. Maar stop mij uit met dat niet veel te doen. Jongen, Uldam is 5 keren. Oh, het moet ook weer op Colosseo zijn, hè. Slechtste map ooit gemaakt. Allee, Murs, ga maar iemand 3 waren of ja, ga anders dood, weet je. Het is niet alsof ik al zie dat video's dat er veel is uitgehaald. Oké, Genji kan ik niet doen. Misschien moet ik gewoon beter switchen naar Moira eigenlijk. Ja, rek je maar, ik hoop heel erg dood, want hij wacht, hij is wel een goede afleiding van ons team. Hier. Maar laat mij u healen. Oké, weet tenminste dat je dat niet moet blijven, want dat is gewoon puur per ongeluk. Ik ga de robot halen, oké? Want niemand ziet dit. Ah nee, wacht, die moet die kant op gaan. Ja, Mercy hield jij. Oké, we winnen ook eens een teamfight. Die is wel triest. Rekken we ook een beetje een team. Surprise. Ik wist dat die Genji erin schieten. Ik had mijn beurs al geactiveerd. Strijk hem horen. Kom maar, we moeten pushen. Pro sleep. Waar komt niet meer beeld staan? Saved Erwin Janssens. Ik heb mezelf toch gesaved. Haak! Haak Genji zo hard. Ik haat ze zo hard, daarom ga ik nu Moira. Echt waar. Genji spelen is oké, tegen Genji spelen is zo verschrikkelijk. Maar wat ze ook moeten doen is deflect verwijderen, zodat ze een hitbox hebben. Weet je, dat zou wel oké zijn. Ik ga ook gewoon meteen dood. Waarom krijg ik dat ik zo hard haat? Murdy nog eens. Hek weg, schiet weg, alles weg. Echt gewoon de rust. Maar is hij nu weer hier? Alsjeblieft. Ik weet het, goat heals van mij, maar. Ik ben er niet. Ik ben loose. Healballen. Ik heb die Smetta zo hard gesaved, hè. Ik blijf ook gewoon maar healen, maar laat me toch eens gerust. Ik heb een ult kunnen bijna. Ah ja, wacht. Ik had al ult percentage met mijn Baptiste, dus.
Geef mij even mijn ult. Geef mij even mijn ult. Durf mij te neden. Nice. Hier, heals. Kill die. Oké, snel terug naar de bot. Nice. Was het nog winnen, hè? Allee, we hebben nu een Rolok. Vind ik beter. Want Rolok kan niet zo ingaan. Allee, kan wel, maar niet zo als Wrecking Ball. En Rolok is gewoon veel makkelijker om te spelen. Dus ik hoop dat deze noob nu wel een beetje iets kan. Oké, kan ik niks tegen doen. Hij hield! Oh, hoe slecht is hij. Slechtste tank ooit. Ik ben blij dat nieuwe mensen over het spelen. Anders was een van mijn favoriete games dood. Maar, ik bedoel, waarom is hij zo slecht? Allee, ik snap het wel. Ik was ook zo slecht. Ik moet eerst over het video ooit zien. Dat is goed. Ja, sorry, ik kan er niet healen. Blijf gaan met de bot, Mercy. Mercy, Mercy, Mercy. Ja, ik heb nog de dingen gehaald. Jongen, hier ze. Get sniped. Ik heb er ook nog overleefd. Oh, wacht. C9. Oepsie. Dat was C9. Ach ja. Ik was toch dood te gaan als ik het bleef. Ja. Beter. Sowieso wel een ult. Ik weet was ik echt op mijn driehoekje kon aan het spammen. Hè. Je was ik zo helemaal niet van die ult. En nu was ik aan het spammen. Die had nog even snel te ontsnappen, maar die is ook nog wild gegaan. En toen weer eigenlijk. Niks meer gedaan. Ik heb nog een speer in mijn gezicht gekregen. Oké, dat was het dan. Over de season 1. Was het leuk? Een beetje, maar ik zal jullie even mijn carrièreprofiel laten zien. De eerste 146 uur. Dat is letterlijk minder dan de helft van wat ik ooit heb gespeeld. Hoezo? Deze guys staan allemaal niet in mijn vroegere top. Ik had een beetje screenshots. Kijk waar Rolok staat. 47 minuten. Weet je hoeveel ik echt op Rolok heb? 40 uur. Hoe hebben ze dit ooit? Waarom is dit? Ik heb niet eens 11 uur op Sigma gespeeld. Maar echt nooit. Ah, jawel, jawel. Ik heb sowieso wel 11 uur Sigma gespeeld. Maar niet in vergelijking met andere krakers zoveel. Ach ja. Dat was het dus. Was het in de shop. Scam deals. 21 euro, 19 euro, 3 euro voor deze trash. Tuurlijk man, iedereen wil het terugkopen. Allee, ik hoop dat season 2 een beetje beter is. Tot de volgende.